Meer dan 18.000 mensen wilden kosten wat het kostte de voetbalwedstrijd Eindhoven-DOS zien, die de beslissing voor de landstitel zou kunnen brengen. Het kostte sommige toeschouwers in het gedrang enige ledematen, waardoor voor hen de wedstrijd al was afgelopen voordat hij begon. De spanning op de tribunes was tot het kookpunt gestegen toen de DOS middenvoer Lammers de bal aan het rollen bracht. Eindhoven dat in de 45 jaar van zijn bestaan driemaal de kampioenscompetitie wist te bereiken en dat vorig jaar op het nippertje verslagen werd door RCH, was nu vastbesloten om zich op eigen terrein de titel niet nog eens te laten ontgaan. Het Eindhovense publiek kon al na een kwartier spelen voor het eerst juichen nadat Van Melis de bal achter de DOS-keeper Van Bachem had weten te plaatsen. Nog geen twee minuten later verhoogde Van Melis de score tot 2-0, waarmee de rust inging. Na de hervatting bracht DOS de spanning er weer in door de achterstand tot 2-1 te verkleinen. Met de stand 2-1 en nog een half uur te spelen probeerde DOS de gelijkmaker te forceren, maar dat lukte niet. De ploeg van Eindhoven wist zich te herstellen en in de laatste minuten van de wedstrijd was het weer al Eindhoven wat de klok sloeg. Ten slotte moest keeper Van Bachem kort voor het einde nog eenmaal zwichten voor een doelpunt van Van Melis. En daarmee was de zege van Eindhoven veiliggesteld. Alle opgekropte spanning bij de toeschouwers kon zich toen ontladen. In een dolle ren namen ze bezit van het terrein om hun favorieten op de schouders te nemen. Voor het eerst in zijn bestaan was Eindhoven kampioen van Nederland geworden.